Wow, dit is echt heel erg handig. Kijk nou, kan hij alles lekker organiseren. Oh mijn god, echt meer vaders zouden dit moeten hebben. Hallo jongens en welkom terug op het YouTube kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina en misschien ken je me ook wel van mijn eigen YouTube kanaal, namelijk Christina K. En vandaag heb ik weer een hele leuke video voor op dit kanaal. Ik ga namelijk 15 Vaderdag cadeau ideeën met jullie delen. En allemaal zijn ze onder de 5 euro. Ik heb echt hele leuke dingen gescoord voor Vaderdag bij de Action. En ik kan echt niet wachten om het aan jullie te laten zien. Dus ben je ook zo excited? Blijf dan gezellig even kijken. Doe ook je duimpje omhoog. En abonneer ook zeker op het YouTube kanaal van Action Nederland. Want dan mis je geen enkele upload. En laten we snel gaan beginnen. Ik ben helemaal excited. Helemaal leuk. Helemaal zin in. Ik begon mijn zoektocht natuurlijk bij mijn oude vertrouwde afdeling. Namelijk de verzorgingsafdeling. En daar heb ik een aantal hele leuke dingen. Ik heb als eerste deze giftbox. En hier zit dus parfum. In, aftershave en een shampoo. En dit ziet er in ieder geval ook heel erg leuk uit. En ik denk dat elke vader hier heel blij van zou worden. En deze kost 4,79 euro. Dus net onder het budget. Dus ik was helemaal blij dat ik dit had gevonden. Helemaal super voor de vaderdag. Dus mocht je ook echt helemaal geen idee hebben wat je aan je vader wil geven, is het altijd goed. En dan heb ik nog iets anders van dezelfde afdeling. Namelijk dit eau de toilette van Adidas. En ze hebben allemaal verschillende varianten. Maar ik ben voor Ice Dive gegaan. Maar ze hebben best wel veel. En deze kost 4,99 euro. Dus past er precies nog binnen het budget ook. Ik wil hem eigenlijk niet openmaken. Maar ik wil stiekem ook even ruiken hoe het ruikt. Want dat heb ik niet kunnen doen in de winkel. Oh, ik ruik zo niet zoveel. En ik wil hem ook niet sprayen. Want dan is het alsof het al gebruikt is. Nou ja, het wordt een spannend moment. Mijn Adidas geurzen zijn over het algemeen altijd wel goed. En dan heb ik ook nog een toilettas. En deze is ook maar 1,69 euro. Dus echt een koopje. Het is eigenlijk vrij simpel grijs, maar best wel groot. En ik denk dat het ook wel chill is als je vader bijvoorbeeld een weekendje weggaat of zo. Of alles best wel gewoon organized in de badkamer wil hebben. Ik denk dat ook vaders hier best wel wat aan kunnen hebben. Niet alleen moeders. Lekker groot, ze kunnen hier shampoos in kwijt, douchegel, tandenborstels, tandpasta, parfum. Echt alles past erin. Wel handig voor als ze bijvoorbeeld inderdaad een weekendje weggaan. En de zomer komt er natuurlijk aan. Dus ik heb ook een badlaken meegenomen. Het is eigenlijk gewoon een hele grote handdoek. Vind de kleur ook echt super super mooi. Zo donkerblauw. En ik denk dat ook elke vader hier wat aan heeft. Of is het bij het zwembad, of gewoon lekker in de tuin. Of gewoon als hij lekker gedoucht heeft. Dan heeft hij gewoon zijn eigen badlaken. En deze kost 3,99 euro. En ik vind hem in ieder geval super, super mooi. En ik denk dat ook hier alle vaders heel blij van zullen worden. Want ik heb echt het gevoel dat vaders juist van praktische cadeaus houden. Tenminste, dat is wel hoe ik er naar gekeken heb. Ik heb echt zo in mijn achterhoofd gehouden van oké, wat zou mijn vader leuk vinden? Zou hij dit gebruiken? Want ik heb het gevoel dat ze echt wel dingen het leukst vinden als ze gewoon lekker praktisch zijn, weet je wel. En dit leek me er echt perfect voor. En over praktische dingen gesproken. Ik heb ook deze toolbox gevonden. Nou, ik was nog nooit zo excited om zoiets bij de Action te zien. Ik moet ook zeggen, ik heb er echt nog nooit eerder naar gekeken. Maar ik weet dat mijn vader hier niet genoeg van kan hebben. Hij gebruikt het altijd. En ik heb echt het gevoel dat ze dit gewoon altijd nodig hebben of zo. Dat is net als bij ons met make-up kwasten of zo. We hebben er al 100, maar we willen er nog 3. En dat gevoel heb ik dus ook over toolboxen. Zo lekker alles organized. Ik probeer hem te openen. Hoe werkt dit? Oh ja. Oké. Ik heb hem door. Ik heb hem. Kijk nou. Kan hij alles lekker organiseren? Nou, helemaal leuk. Hij kan dit ook verstellen. Een feestje. En deze kost 4,97 euro. Ook helemaal binnen het budget. Ik heb ook even bij de fashion afdeling gekeken. Ik dacht dat is ook eigenlijk best wel leuk. En ik heb dus echt een heel erg leuk shirt gevonden. Het is een grijs shirt met motiefjes van blaadjes erop. En donkerblauw. Ik heb hem in maat XL. En dit is hoe die eruit ziet. Ik vind hem echt, echt heel erg mooi. Kijk, als je hem uit de verpakking hebt, ziet het er dus zo uit. En deze kost 3,99 euro. Dus eigenlijk ook gewoon best wel voordelig voor een t-shirt. En het voelt goed. En ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd hoe het staat.
Maar dat weet ik nog niet. Ik hoop in ieder geval dat mijn vader het wel mooi vindt. Want dat is natuurlijk wel lastig met kleding uitzoeken. Maar als je hem niet mooi vindt, dan kan je hem gewoon in de tuin aan. En nou ja, deze een shirt is toch altijd handig. En toen zag ik ook nog dit heuptasje. Ja, ik zie het hem echt niet dragen als een soort van een fashion statement. Maar ik zie hem wel dragen als, stel je voor hij is in de tuin aan het werk en hij heeft wat kleine dingetjes nodig, dan kan hij dat zo lekker hierin doen. Daarvoor leek het me echt ideaal. Maar mocht je dus een hele hippe vader hebben die dit wel als een fashion statement draagt, dan is dat natuurlijk ook extra leuk. Maar dit kan natuurlijk ook ideaal zijn als je een dagje weggaat of zo. Heb je gewoon je portemonnee bij je, je ditjes, je datjes, je telefoon. Dat lijkt me natuurlijk ook wel heel handig daarvoor. Ik vond hem in ieder geval heel erg leuk en deze kost maar €4,95. En dan heb ik ook, hoe kan het ook anders, sokken. Nou, dat is iets dat komt altijd van pas en dat is altijd leuk. Ik heb dus voor deze grijze sokken gekozen met allemaal verschillende motiefjes. Bij mijn vader moet het allemaal niet te gek, dus ik hield het maar bij grijs. En deze zijn best wel simpel eigenlijk, maar toch ook wel weer leuk. Dus deze heb ik meegenomen en deze kosten €2,39. Wat natuurlijk ook eraan komt is het barbecue seizoen. Dus ik heb ook tussen de barbecue spulletjes gekeken en ik heb wel een aantal leuke dingen. Ik heb hier namelijk een barbecue gereedschapset. En wat zit hier nou eigenlijk allemaal in? Een tang, een vork en een spatel. En hier kan je zien hoe dat eruit ziet. Het is allemaal best wel scherp, dus ik moet wel voorzichtig doen. Maar het ziet er echt heel goed uit. Dus ik dacht, nou ja, meenemen die handel. Volgens mij houden echt alle vaders van barbecue. Dus dit komt sowieso bij iedereen heel goed van pas. En dit kost €3,99. Wat natuurlijk ook ideaal past bij een barbecue zijn sausjes. Altijd lekker, altijd chill. Ik heb hier in ieder geval twee van Big Jeff. En ik heb gekozen voor steaksaus en hamburgersaus. Nou, heerlijk lijkt me dat. Ik heb echt helemaal trek gekregen en zin in een burger. Vegaburger voor mij dan. En zo'n setje leek me gewoon best wel leuk om te geven. Ze zijn wel apart te koop en je hebt ook andere soort sausen. Maar dit zijn de twee sausen waar ik voor gegaan ben. En ze kosten €1,19 per stuk. Dus ook best wel een koopje. En ik ben heel erg benieuwd hoe het smaakt. En ik heb ook nog iets lekkers. Want wie zegt dat alleen moeders van chocola houden? Mijn vader die houdt ook heel erg veel van chocola. En vroeger kregen we dus altijd celebrations van hem. En ik vind het echt heerlijk. Ik hou hiervan. Alles in het mini. En je hebt zoveel verschillende keus. Dus ik dacht, hoe leuk is het om hem ook zo'n zakje een keer te geven. En deze kost €3,89. Dan heb ik, en dat is natuurlijk heel erg typisch, ik heb ook even bij de autoafdeling gekeken. En daar heb ik in ieder geval dit gevonden. En dit is een airco refreshener. En het is in de geur oceaan. Altijd goed. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe het werkt. En deze kost €2,49. Dus ook heel erg binnen het budget. En ik denk dat het ook wel gewoon lekker ruikt. Ik ben heel erg benieuwd. Ik denk namelijk dat dit niet alleen leuk voor vaders is, maar ook gewoon voor iedereen. En dan heb ik een raamwisser. En dit is voor de binnenkant van de ramen. En toen dacht ik van wow, dit is echt heel erg handig. Mijn vader die heeft inderdaad best wel veel stof ook in zijn auto. Ook omdat hij gewoon echt zo'n werkbusje heeft waar hij ook echt mee werkt. En soms zag ik hem inderdaad stof van binnenin heel moeilijk weghalen met een soort van een doek. Maar dit is natuurlijk veel idealer, want je komt heel makkelijk overal erbij. Nou, ideaal. En volgens mij kan je dit microvezeldoekje ook afhalen en weer wassen en weer opdoen. Tenminste, zo ziet het er wel uit. En deze is ook maar 89 cent. Ook dit is handig voor echt iedereen met een auto. Maar ik zag het en ik dacht, ja, dit lijkt me echt ideaal voor hem. Dus ik ben heel erg benieuwd wat zijn reactie hierop gaat zijn. En voor Vaderdag überhaupt, ik denk dat ik gewoon even langs ga met cadeautjes natuurlijk. Misschien een stukje taart meenemen, want mijn vader is echt zo'n zoete kou. Dus ik denk dat ik gewoon voor een kop koffie of een theetje ga. Cadeautjes laat uitpakken. En hopelijk ga genieten van lekker weer en lekker eten. Dus laat ook even bij de comments weten wat jullie gaan doen met Vaderdag. En of jullie altijd een speciaal ritueeltje hebben met wat jullie gaan doen. Of ontbijtje op bed gaan brengen. Of met een klusje gaan meehelpen. Wat gaan jullie doen? Ben ik heel erg benieuwd naar. Oké, ik zei natuurlijk dat vaders waarschijnlijk het meest van praktische cadeaus houden. Maar wat mij ook heel erg leuk leek is om foto's van de kinderen en de kleinkinderen hierin te doen. Nou, ik heb zelf natuurlijk geen kind. Maar mijn vader die heeft nog twee andere kinderen. En die hebben wel kindjes.
Dus het leek me heel erg leuk om dan van die kleine foto's uit te printen en hierin te doen. Ik vind deze in ieder geval heel mooi. Ik weet dat hij ook gewoon van die strakke dingen houdt wat dat betreft. En het heeft gewoon best wel een mooie zwarte lijst. En je kan hem of gewoon zo neerzetten, want het is dik genoeg. Of ophangen. Dus dat ga ik in ieder geval doen. Dus dit wordt een kleine do-it-yourself projectje nog voor mij. En deze lijst kost €2,99. En als allerlaatste heb ik ook een mandje. Ik had ook een mandje voor mijn moeder meegenomen. Maar toen ik deze zag, dacht ik, oh ja, eigenlijk is het heel erg handig überhaupt om te hebben. Maar ook heel erg handig om meerdere cadeaus in te verpakken. En precies zo had ik het ook aan mijn moeder gegeven. Dus ik dacht, hoe leuk is het als ik het ook precies op deze manier aan mijn vader ga geven. Dus ik ga dit mandje gewoon vol maken met allemaal cadeaus. En dan heeft hij iets leuks om uit te pakken. Maar dit is ook gewoon een hele leuke mand om gewoon zo te geven. Want dit is gewoon handig voor in de kast of zo. Of kledingkast. Of voor boeken en tijdschriften. Je kan dit echt overal voor gebruiken. Dus wederom een hele praktische cadeau. En deze kost €3,49. En dit was alweer de video van vandaag. Ik heb met jullie 15 cadeau-ideeën onder de €5 gedeeld. En ik ben in ieder geval echt super blij met alles wat ik gevonden heb. En op een gegeven moment had ik echt de smaak te pakken. En ik bleef maar leuke dingen vinden die ik dan aan mijn vader zou kunnen geven. Maar op een gegeven moment moest ik mezelf tegenhouden. Ik dacht 15 is meer dan genoeg. Jongens, dan wil ik jullie nu heel danken voor het kijken van deze video. Hopelijk hebben jullie er iets aan gehad en wat inspiratie op kunnen doen. Voor cadeautjes, voor je vader of gewoon lekker voor jezelf. Vergeet ook zeker niet om te abonneren op het YouTube kanaal van Action Nederland. En vergeet ook niet dat het assortiment bij de Action heel snel gaat. Dus wees er snel bij voordat het weg is. En dan wil ik jullie nu heel erg bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!